Jij gaat nu leren met een filmpje en dat is super slim van je, maar ik heb een website voor je dat heet www.digistudies.nl en daar staan filmpjes van alle examenonderwerpen die je maar kan verzinnen met bijpassende begriplijsten en examenvragen erbij. Dus ik zou zeggen maak daar gebruik van. Een vak kost slechts 16,95. Deze video gaat over rekenen met verhoudingen. Bij het rekenen met verhoudingen kun je gebruik maken van een verhoudingstabel. Laten we meteen maar even kijken naar een voorbeeld. Stel dat je een feest geeft en van tevoren wil weten hoeveel cola je moet kopen. Je gaat er dan vanuit dat één fles cola door drie personen wordt opgedronken. De verhouding tussen het aantal personen en flessen cola is dan 3 1. Dat spreek je uit als 3 staat tot 1. Oftewel, je hebt 3 mensen en dan heb je dus 1 fles cola nodig. Dan stel je nu voor dat er 24 mensen naar het feestje komen. De vraag is hoeveel flessen cola moet je dan kopen? Als je die vraag wil oplossen, dan kun je gebruik maken van een verhoudingstabel. Ik heb hem hier even getekend, hij is hier nogal leeg. Je ziet, hij bestaat uit een aantal vakjes. En in die eerste twee vakjes van de verhoudingstabel, daar zet je altijd de twee onderwerpen neer van de verhouding. Nou, onze verhouding bestaat uit mensen en flessen cola, dus bovenin zet ik mensen neer en daaronder flessen cola. Dat mag trouwens ook andersom hoor, dat maakt helemaal niet uit. Nou, we hebben gezien in het verhaaltje: drie mensen samen drinken één fles cola op, dus bovenin zet ik een 3 neer en daaronder een 1. Nu is de vraag: hoeveel flessen cola heb je nodig voor 24 mensen? Nou, die 24 is het aantal mensen, dus die zet ik rechtsbovenin. En daaronder zetten we een vraagteken neer, want dat is hetgene wat we juist willen weten. Om het vraagteken te berekenen gaan we eerst kijken hoe je van 3 naar 24 kunt komen. En je mag hierbij alleen maar gebruik maken van keer of gedeeld door. Nou, 3 keer 8 is 24, dus blijkbaar moeten we aan de bovenkant keer 8 doen. En wat je aan de bovenkant doet, moet je ook aan de onderkant doen. Het is eigenlijk net zoals bij breuken. Ja, aan de onderkant zie je de 1 staan, die moeten we ook keer 8 doen. En 1 keer 8 is 8, dus op de plek van het vraagteken komt een 8 te staan. Dus blijkbaar hebben we voor 24 mensen 8 flessen cola nodig. En op deze manier kun je dus een verhouding en een verhoudingstabel gebruiken om een opgave op te lossen. Dit was alweer het einde van deze video. Vond je dit nou een fijne manier van leren? Kijk dan ook even op de website van DigiStudies. Daar staan namelijk nog veel meer en uitgebreidere video's over alle examenstof. Geef ons ook even een like en abonneer op ons kanaal. Doei!